Iedereen beweegt, elke dag. De een iets meer en actiever dan de ander. De Nederlandse norm gezond bewegen is voor volwassenen 30 minuten per dag. Bewegen is niet alleen sport, ook de dagelijkse beweging telt mee. 30 minuten bewegen. Goed voor iedereen, overal en elke dag. Op de website 30minutenbewegen.nl kunt u alle informatie vinden over deze campagne. Ook is de beweegroute 55PLUS in het leven geroepen om voor deze doelgroep alle activiteiten duidelijk op een rij te zetten. We gaan beginnen met de warming-up en dat doen we hier staan. We beginnen met de hakken naar voren te zetten. We gaan tikken opzij. 5, 6, 7 en tik. Elke week is in Kei 13 gymnastiek voor 50-plussers. Onder aanvoering van docente mevrouw Steenweg kan iedereen in zijn of haar eigen tempo gezond bewegen. De sportievelingen zijn normaal onderverdeeld in een jongere en oudere groep, zodat iedereen goed mee kan komen. Je hebt gefilmd, het zijn nu twee groepen samen. En het idee is dat ik op deze manier kon aangeven dat er oefeningen aangepast kunnen worden. De groepen die vanmorgen hier bij elkaar waren is een seniorengroep dames vanaf 55. En de tweede groep, een kleine groep, is 80 plus. Front en weer vol. Is zich als docent nog erg motiveren of zijn ze redelijk gemotiveerd vanuit zichzelf? Nou, deze dames die al zo hecht met elkaar elke dinsdag bij elkaar komen, die zijn gemotiveerd. Maar juist de mensen die er niet zijn. En hier met het mooie complex, deze sporthal, is het gewoon toch wel een mogelijkheid extra om de stap te nemen. En een paar lessen mee te doen, kijken wat het voor je kan betekenen. En de afwisseling te ervaren. Dat is denk ik een drempel die meer mensen moeten nemen. De meeste gymnasten sporten al jaren met elkaar en het wordt al snel duidelijk waarom. Nou, alleen al dat je in beweging blijft en niet in de stoel blijft zitten. Dat je gewoon ook wat gaat doen. En dan erbij de gezelligheid, dat is mede. Vooral mensen die alleen zijn. Het is gewoon ontzettend leuk om te doen. En omdat ik lenig wil blijven, dat ik niet meer de jongste ben. Ja, voor plezier en voor mijn lijf en mijn leden wou ik zeggen. Maar in ieder geval dat ik lekker bewegelijk. Ik beweeg graag. Want dat vind je belangrijk? Ja, dat vind ik belangrijk, maar ik heb er ook plezier in. Ja. Ja, om fit te blijven, hè. En waarom juist hier en niet iets anders? Nou, omdat ik hier al wel 20 jaar ben. En het, ja, we hebben een gezellige groep. En, dat hoor je wel vaker. Naast de sport is het sociale aspect ook belangrijk. Ja, heel belangrijk. Ja, we drinken na de tijd koffie met elkaar. En dan, dat is heel erg leuk. Nou, ik vind dat en het gewoon heel erg leuk doet op die muziek. En ja, ook de contacten met elkaar. Ja, kunt u daar misschien iets meer over vertellen, over die contacten met elkaar? Nou, wij, de afloop drinken we dus altijd koffie met elkaar. En één keer per jaar gaan we samen uit. Gaan we of fietsen, of afgelopen jaar hebben we een high tea gehad. Want een heleboel hadden er een kroonjaar. Dus toen hebben we dat gedaan. Dus dat is gewoon heel gezellig. Met de beweegroute van Sportbedrijf Deventer kunt u gemakkelijk en goedkoop ervaren welke sporten u allemaal kunt doen in Deventer. Dus wilt u zelf ook een keer beginnen met sporten? Kijk dan op sportbedrijfdeventer.nl en kies geheel vrijblijvend uit tal van verenigingen de sport die het beste bij u past.